President Chandrika Prasad Santokhi heeft samen met een clusterteam de uit de hand gelopen situatie te Pikin Saron en Maripastong in Para besproken met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS. FITS-voorzitter Muriel Fernandes geeft aan dat zij niet op de hoogte was dat deze situatie zich zou voordoen. Wel geeft zij aan dat dit al een tijdje broedt onder de inheemse bevolking die het gevoel heeft stiefmoederlijk te worden behandeld. Humphrey Chinlipshi, adviseur van het kabinet van de president, wees erop dat de inheemse bevolking eist dat hun recht gerespecteerd wordt en dat domeingronden uitgegeven aan derden worden aangepakt. De regering heeft met veel begrip gekeken naar dit vraagstuk. Binnen 2 weken zal er een vervolggesprek plaatsvinden. De Braziliaanse regering is verheugd de hoogste onderscheiding van de Order of Rio Branco, de Great Cross, aan minister Albert Ramdin van Bibbes en directeur Miriam McIntosh van het directoraat Buitenlandse Zaken te doen toekomen. Zo sprak ambassadeur José Rafael López Méndez de Acevedo van Brazilië gisteren. Ambassadeur Acevedo is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen Brazilië en Suriname door toewijding en geloof in diplomatie vele voordelen zal opleveren.